Even in het kort, waarom de R7? Nou, daar heb je twee uitleggen voor. Waarom die R7 vanuit Yamaha's oogpunt en vanuit mijn oogpunt. Vanuit mijn oogpunt, ik heb al heel lang een R willen proberen. R6 of R1. Dus toen ze deze aanboden, hell yeah! Daar zeggen wij geen nee tegen natuurlijk. Het nadeel van deze dijk is, het leidt een beetje naar nergens. Of je moet hem ook weer terugnemen. Of je moet op grotere N-wegen terug gaan. Of te snel weg. Er zal waarschijnlijk veel zien dat ik zo zit. Ik heb direct de GPZ400 zitpositie weer aangenomen. Ik denk dat ik deze kant op moet. We beginnen te twijfelen. Nou, zo niet dan toch. Ik vind die voorrem weer heel chill. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Moet ook wel natuurlijk. Voor supersport moet je goede remmen hebben. Want een goede supersport merk je met het bochtwerk. Oftewel, van tevoren goed je bochten kunnen anticiperen. Vol in je ankers, dus snel remmen. Je bocht nemen, je lean angle, je counter lean, whatever, die hele spul, je midcorner, dat is het minst belangrijke. Het uitkomen van je bocht op de juiste positie en het uitaccelereren, dat is een beetje je vijf stappen van de bocht. En zijn remmen doen het fantastisch, zijn acceleratie zullen we zo eens naar kijken. Daar heb ik wel vertrouwen in, moet ik zeggen. En als hij dat goed doet, dan zal die midcorner ook wel goed komen. Het mooie van vandaag is, het is nog vroeg. Ik kan best lang van de bike genieten, zolang het droog blijft. En ik kan dus ook best lang zo meteen gewoon de camera uitzetten, even rijden. Met de bike een beetje eigen maken, dan de camera weer aanzetten en dan eens even vertellen aan jullie wat ik er eigenlijk van vind. Daar heb je veel meer aan dan als je maar een half uurtje of een uurtje rijdt. Ik heb alleen nergens om mijn telefoon te plaatsen, dus ik heb geen GPS. Dus waar ik heen ga moet ik een beetje uit mijn hoofd kunnen doen. Het nadeel is van deze twee bochten, het zijn hele mooie bochten. Maar het is niet heel makkelijk om hier een camera neer te zetten en even snel om te keren. Daar is het net te druk voor. Je hebt daar maar nog een ton, maar aan de andere kant is wat vervelend. Nee. En ik weet ook niet of de camera die ik bij me heb nog aanstaat. Of nog batterijleven heeft. Die accu is dood aan het gaan. En die is zaterdag opgeladen. Dus ik gok dat die bij nu eigenlijk wel dood is. Eigenlijk niet nagekeken. Heel stom. Heel stom, een tweede camera is natuurlijk veel beter als je een beeld van een andere hoek hebt. Dat verkoopt je verhaal wat meer. Ja, I've got skills. What are you gonna do about it? Zo'n golfkarretje en dan een GSX 600 blok erin bouwen ofzo. Geniaal lijkt me dat. Oké, we zijn nog mugloos op de camera, nog wel. Kijken of dat na de parallelbaan nog steeds zo is. Meestal niet. Dit is ook gelijk de beste test voor de vering. Deze drempels zijn KUT. 70 is nog te doen. Mooi. Ik heb een handvat aan de achterkant ontdekt, jongens. Ideaal. Ik denk dat je vaak zo rijdt, maar toch. Dit is de meest gemene drempel die er ligt. Oh! Zelfs met 60 was niet te veel. Geplette nootjes. Misschien dat ik me neer voor de laan moet doen. Details. Dat is inderdaad een krokodil of twee. Gaaf. Welkom terug. Kleine drinkpauze gehad. Wat foto's gemaakt. Is toch wel mooi zo met de achtergrond. En het een en ander aan social media gedaan. Voordat deze video online staat, op YouTube, zal er op de Testo Manifesto in elk geval al een short te vinden zijn. Nou kan ik in theorie de Manifesto meet rit gaan volgen. Maar dan ben ik denk ik niet op tijd terug. Dus we gaan iets anders rijden. We proberen het een beetje uit het blote hoofd, want ja, geen telefoonmount. Voor de rest is het totaal niet interessant voor de review en ook helemaal niet waar jullie kijken. Je kan hier volgens mij ook vrij makkelijk verdwalen op het eiland. Nooit helemaal, je komt vanzelf ergens bij het water uit. Het feit dat ik dit allemaal uit mijn hoofd doe is al best interessant.
Dat was bijna een pik met je witte autootje. Wat ik deed was ook wel een beetje tricky natuurlijk, maar... Nou, politie. Ik weet niet wat die hier te doen hebben dan, maar... Wat ik ook hoop is dat de camera een beetje correct geëngeld staat. Ik steeds natuurlijk toch een andere zitpositie dan een R7, zeg maar. Als ik hier rechts ga met de bocht mee, dan de N498 pak, dan kom ik uit waar ik wil zijn. Oké. In principe heb ik nog alle tijd om terug te komen. En als ik 5 minuten later ben, zal er niemand boos worden. Maar ik ben liever 5 minuten vroeg, weet je wel. Het gaat toch allemaal in goed vertrouwen en in eerlijke communicatie met elkaar. Dus dan. Dat kun je het ook wel eerlijk doen. Het is natuurlijk wel een beetje een luxe dat je een bike zoals de R7 gewoon voor een groot deel van de dag mag lenen. En daar moet ik wel bij zeggen, in principe krijgt Motorstore Barendrecht ook reclame voor terug. Nou, van het begin van elke video op de Instagram en op de Facebookpagina een beetje. Dus voor hun binnen is er ook wel wat mee. En misschien maak ik ook wel 1 of 2 mensen populair voor de bike die er nog niet echt helemaal in hadden gekeken. Of mensen twijfelen nog tussen deze en een Z 650. En dan is dit misschien net de reden om toch die R7 te halen. Dat kan, je weet niet wat voor invloed je hebt. En dat kan dan net zijn dat die persoon hem dan ook nog eens ophaalt bij een Motorstore Barendrecht. Ja, dan hebben ze er toch wel wat aan, zeg maar. Dat blijft natuurlijk iets van wat je in goede vertrouwen met elkaar doet. Het scheelt dat ik de bikes altijd netjes en heel en terug eens heb gebracht, afgetankt, terugbreng. Vind ik ook wel een dingetje. Ik denk dat er mensen zijn voor wie dit te veel is als eerste bike. Ik denk ook dat er best wel veel mensen zijn waarvoor dit de eerste bike wel gewoon ideaal is. Alles is wat ze nodig hebben. En misschien nog wel meer ook trouwens. Ik bedoel, ik rij ongelimiteerd. Ik mag en kan alles rijden in principe. En ik kan op een dag zoals vandaag niet alles uit deze bike halen, verre van. Moet ik ook gewoon eerlijk in zijn, ik bedoel... Misschien als ik dagelijks supersport rijd, dat ik er meer uit had gehaald. Ik weet dat ik er niet alles uit kan halen, maar desondanks voelt hij wel heel erg... Dat hij het vertrouwen geeft van, weet je wat? Als jij wil proberen alles eruit te halen, dan geeft hij je dat vertrouwen wel om het ook te proberen, zeg maar. Nou, helpen die... En die S22 bandjes daar ook wel bij hoor. Ik heb nog niet het idee gehad dat ik ergens ook maar een semi-probleem had met grip. Als je dan kijkt naar de GSX 59, toen op de Suzuki Destaga had ik de tractiecontrole op 0 gezet. Helaas deed de camera daar niet bij, die was vastgelopen. Nee, met de laatste bocht gaf ik iets te veel gas in de bocht. Toen voerde je de achterkant uitstappen. Dan kan ik bij deze tractiecontrole niet aanpassen, dus dat zal hier niet gebeuren. Maar ik heb hier ook nog niet het idee gehad dat het überhaupt snel zal gebeuren. En daar speelt het type band natuurlijk ook wel een rol bij. Hij is maar 10.000 euro. En dat is een beginnersfiets. En als beginner heb je misschien geen 20.000 euro om neer te gooien. Ja, veel mensen kopen de fiets misschien op een lening. Leen je dan 10.000, leen je 20.000. Wil je hem afbetalen in 3 jaar of in 5 jaar? Kan je van een R7 5 jaar genieten? Dat is een lastigere vraag. En dat is heel erg persoonsgebonden. Tuurlijk kan je hier 5 jaar op rijden, makkelijk. 2 tot 3 jaar. Met je A2 rijbewijs, dan knal je dat eraf. 2 tot 3 jaar. Om de rest van je bike eigen te maken en dan ga je eens kijken naar een 1000cc. Of je beseft dat je helemaal geen 1000cc nodig hebt in Nederland. Of op het circuit. Of in de meeste omliggende landen. En je houdt gewoon je 700. Elk beetje ervaren stuntrijder kan deze wheelie en stoppen je zonder probleem. En dat wheelie doet hij al bijna uit zichzelf. Er zit niet echt de optie in om in te halen, hè? Dat is kloten. Afstand creëren dan maar. Hij zit nog steeds veel te dichtbij voor het mooie, maar vooruit.
mij gezien? Nee, jij hebt mij niet gezien. Dat vermoeden had ik al. Dat geeft niet. Ik denk dat hij nog binnen staat. Oh nee, staat er buiten. Mooi. Oh. Daar heb je motorstuk aangelegd. Yamaha R7. Die nu wel onder de vliegjes zit.